1, 2, 3. Goedemorgen allemaal, we gaan niet focussen. Het is te vroeg. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, het is 9:15. En ik ben wakker, ik heb hoofdpijn. Ik heb lang geslapen, omdat ik daarom ook hoofdpijn heb. Ik ga even mijn telefoon pakken en ik kruip heel eventjes terug. Oh, mijn bedje in. Want het ligt wel lekker hier. Nou, ik ga heel even op social media spieken hoe en wat. Wat allemaal gaande is. Oh, jongens, ik heb wel echt heerlijk geslapen. Dat wel. Eindelijk weer eens. Hoe moet werken, slaap ik altijd zo onrustig. Dus dat is wel heel vervelend. Maar ja. Ik ben heel erg benieuwd. Vandaag, vanaf vandaag heb ik 5 dagen vrij. Ik moet volgende week woensdag pas weer werken. Dus dat is wel lekker. Oh. Ik ga even mijn telefoon checken. Wat ze allemaal voor leuks hebben. En de batterij is leeg. Oh, ik heb nog de hiccup. Top. Ik ga die gelijk laden. Goed. Ik ben inmiddels klaar en aangekleed. Ik heb gewoon een simpel zwarte broek aan. Ik heb een body aan. Ik heb een grijs vest aan. En ik heb een klein beetje make-up opgedaan. Verder heb ik de dames weer aan de lijn. We zijn weer compleet. Het is kaas tijd in Venlo geweest. En Ashley was thuis, maar die moest gewoon ook werken. En dat soort dingen. Ik ook. Maar we zijn weer even compleet. Yay! Dat is super leuk. En de camera heb ik nog steeds niet opgeladen. Dus dat ga ik nu doen. Verder heb ik niet echt plannen vandaag. Ash moet werken en het is kaas thuis. Dus niet heel veel te doen. Maar ik ben benieuwd wat de dag vandaag gaat brengen. Maar de camera is nog steeds leeg. Dus die gaan we opladen. En in de tussentijd ga ik even lekker ontbijten. Oké, goed. De camera is opgeladen. Ik ben even omgekleed. Ik heb even dit topje aangedaan. Maar ik ga nu dus, ik heb alle beelden van de vlog van gisteren hier ingezet. Maar ik ga nu dus kijken hoe de kwaliteit is. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik heb de intro afgespeeld. We gaan nu naar de echte beelden. Ik ben heel benieuwd. Ik wil even jullie even mijn reactie geven. Goedemorgen, man. Ik kijk deze nieuwe vlog. Het is donderdag. Niet slecht. Het is natuurlijk echt compleet anders, maar ik ben koffie aan het zetten, want het is natuurlijk 6 uur ochtends nu. Als het zo eventjes een keertje moet, vind ik het wel meevallen, jongens. Het is wat, ik weet niet, waziger beeld, om het zo te zeggen. Skincare-out is gedaan, dus dat is mooi. Maar ik vind het niet slecht. Oké, ik ga editen. Goed, de dag begon op zich hartstikke goed, jongens, maar er is net iets gebeurd. Wat ik privé hou, maar wat wel mijn stemming veranderd heeft, ik was even op zoek naar het woord stemming, dat heeft mij heel erg nu veranderd en ik voel me nu in één keer heel down en sad en boos en ja, dat. Ik weet niet waar, tenminste ik weet donders goed waarom. Ik ben het er donders goed niet mee eens. Ja, ik weet niet. Het is trouwens inmiddels nu. Ik heb een achtergrond veranderd zodat jullie de tijd ook beter konden zien. Het is 3:45, of nee, het is 4:15. Het is bijna 4:30. Ik weet niet, maar er gebeurt nu gewoon niet zo heel erg veel nu. En ik voel me niet zo in mijn hum. Dat kan. Dat heeft iedereen denk ik wel eens. En ik nu in dit geval. En daar doen we niks aan. Veranderen we niks aan. We kunnen alleen hopen dat we er nog iets leuks van maken vandaag. Maar zoals het er nu naar uitziet. Niet echt. Ik ga even boven koffie zetten. Ik heb trek in koffie. Dus dat gaan we doen. Ik heb mijn mokje hier nog staan. Dus dat is top. Even water in het koffiezetapparaat steken. Zit er nog water in? Oh, nee, er zit geen water bij. Hij is dus helemaal leeg. Nee, dan gaan we dat ook gelijk doen. Die is wel leuk, dat is mooi. Ik heb even trek in koffie. Want ik zie dat ik hier nog een lekkere koeken heb liggen. Dus ook die gaan we lekker opeten. Goed, het is tijd om lekker te gaan avondeten.
Zijn er trouwens een hele groep mensen bij elkaar. Hoe bedoel je? Dat mag niet. Ongelooflijk. Maar goed, het zal. In ieder geval is het niet tijd om af te gaan eten. Ik heb trek. En ik ga het ook maken. Ik heb gisteren gehakt eruit gegooid. Dus ik denk dat ik gewoon kleine gehaktballetjes ga maken. Met... Goeie vraag. Even kijken. En ik laat mijn muziek lekker afspelen. Want de box zit onder mijn bed. En het is gewoon gezellig. Goed. Ik heb serieus lekker gedoucht. En ik ga lekker slapen. Ik heb weinig gevlogd vandaag, dat klopt, maar het is even niet anders. Ik heb lekker mijn gemakje gehouden vandaag. Lekker gechilled en ik ga nu lekker slapen. Dus ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!